jij een boek lezen waarbij je het gevoel hebt dat er echt iets op het spel staat? Niet alleen voor de personages in het boek, maar ook als het goed is voor jouzelf tijdens het lezen. Laat mij je dan meenemen naar de andere kant van de wereld, naar Brazilië. Naar de uitgestrekte vlakte, de Sertão, waar het jongetje Anjo opgroeit. Naar de sloppenwijken, waar het kindhoertje Lucy leeft. Of naar de gegoede wijken in de stad, waar Elisabeth woont, die getrouwd is met de hoofdcommissaris van de politie en die alles heeft wat haar hartje begeert, behalve één ding. En dan hoop ik dat als je de laatste bladzijde dichtslaat, dat ik je echt heb geraakt.